Dag Frans, we zijn hier voor de 32e maal in Kalken in de Scala voor die fantastische grote show en dat fantastische eetfestijn. Ze komen al jaren goed af, het eten is hier zeer goed, de shows zijn hier goed, de mensen rondom, maar ja, het is hier altijd zeer, zeer goed. Want we zullen nog kunnen verder doen met ons jonge gasten nu bij. Dan kunnen we misschien nog een paar jaar verder. Dus eerst hebben we BZM, Jan Keizers en Annie Schilders, die ik al 20 jaar gevraagd heb, nooit kunnen krijgen. En nu Ron, onze beste vriend, die overleden is, ja, die heeft erom voor gezorgd voor het nieuwjaar. Maar ja, kijk, hij mag het helaas niet meemaken. Dat is een spijtig geval van deze avond, ja, dat hij niet mogen meemaken heeft. Hij had ervoor gezorgd. En hij was er trots op. Zelfs de affiche hing op zijn frigo. Hij kijkt er zo naar uit. En hij maakt niet mee, maar dat is geen probleem. Het is elke keer weer leuk om naar Vlaanderen te komen. En we hebben de afgelopen tijd in Eeklo opgetreden 2 keer. En we gaan nog naar de Elisabethzaal in Antwerpen. We gaan nog veel andere optredens doen. Het is hartstikke leuk, vind ik. Het zijn mensen die onze muziek waarderen. En daar genieten we alleen maar van. Aan leuke dingen denk, dan denk ik dat ik met mijn vrouw in Turkije absoluut een leuke tijd heb. Het is vaak in Nederland is het weer nog weer minder dan in België, nog weer 5 graden kouder. En daar is het geloof ik 28, 29 graden en dat is hartstikke leuk. En we moeten daar wel optreden, maar dat vind ik alleen maar leuk. En we gaan ook nog zingen apart. Annie gaat met een andere dame in met 2 eren een ABBA medley doen. En ik ga nog met een andere dame Paradise by the Dashboard Light doen. En dan verkleed ik mij met een enorme grote broek. Er gaat een kussen tussen mijn broek. Met bretels en een pruik op. Ja, we maken gewoon veel gein. En dat is hartstikke leuk.